Ja, hallo. Hallo. Een overzicht. Dus, Ja, Jeroen, Jeroen. Hallo. Hallo. Onder de douche gedaan, hier is een hele warm van knoflook in onze zak. Ja, Sjaak is de hele boel aan het organiseren. Nou, eens even kijken hoe het gaat. B2, skippiebollen, 5. Wat alles nog volgens plan, Sjaak? B3, blikje gooien. Blikje gooien, 6. Stellen te lopen. Boel B2. Blijf vijf. Er staat wind. Ja, sowieso met die wind waait je al alle kanten op. Dan moet hij niet achter de streep? Scheids, moet je achter de streep staan? Jij moet achter de streep staan. Ja? Ja. Harry, je gooit te hoog. Wat is er dan? Wat is er dan, man? Hoe is het, Mart? Slecht. Hoezo? Ach, joh, laat. Hé? Laat maar. Wij gaan weer, jongens. Mag ik ons team B2? We zijn stilleven. Oma! Judith, oma, skippiebollen. Ja, maar bij ons, wij moeten ook skippiebollen. Oh jee. Wie zijn jullie? Vind je het echt leuk? Wij? Ja hoor. Wij zijn B2, wij moeten skippiebollen. Ja, wij ook. Ha, lekker loegertje. Ze moet tegen elkaar skippiebollen, denk ik. Nee, skippiebollen. Nee, dat is jouw idee. Dat maakt niet uit, je mag zelf kiezen. Ik wil tegen jullie. En wij zijn B3. Jij kan het goed. Ik heb nog nooit van mijn leven een skippiebollen. Gaan we even proberen dan. Oh, kan je hem? Nou, dat vind ik een kutstreek. Waarom? Zit nog een beetje van? Dat zou je dan stoppen? Nee, ik heb een beetje overgelaten. Ah joh, snotgezicht. Wat is dat nou voor streek? Kijk, je laat nog wel langs je kin lopen. Ja, zonde hè? Je draai je terug hè? Ik wil vergeten. Judith, kom op! Kom op! Schiet op Judith! B3, nee, wij moeten weer naar B1 dan. Ja, moet ik hebben. Oh ja? Heb jij nog... Heb ik nog. Heb ik een auto, ja. Heb ik een auto, ja. Je been is een beetje weg. Ja, ik zal dat team wel eens even laten overwinnen. Als je te laag... Wat moet ik dat doen? Nou.
Ja, ze zien. Tom, ik heb 10 punten. Ja hoor. Oké. Okay. Geen mee. Ja. Flex, hè? Met links. Yes! Ja, mijn lippen zitten goed. Bij mij zit moor bij jou. Kan iets van haar. Misschien niet zo even je huis en andere door. Dag meneer Jurken. Hi. Wat had u gehad? Ik wil graag een indruk van de dag. Gezellig, hè? Ja. Wat doet ze? Goede locatie, hè? Jij zit toch met Leo? Goede locatie. Leo, het mag. Nee, dat bedoel ik niet. Ik heb nog niks gedaan. Zal voor jou gaan? Zijn ze nou nog steeds aan het spelen? Ben ik nu echt in beeld? Je bent echt in beeld. Je kan het zien aan het lampje. Oh ja. Je zit daar, met Tante Anneke. Daar heb ik een radio van. Blauwpunt is een Sony. Dit is een Sony eigenlijk. Daar staat Blauwpunt. Waarom is dat zo'n groot achterlijk Mongolen ding? Omdat hij goedkoop was. Hoezo? Wanneer gaat het rode lampje uit dan? Als ik op een knopje druk. Welk knopje? Oh, ze zegt van ouders toe. Maar je stuurt het op naar haar ouders toe, hè? Heb ik gehoord. Ja. Oh, leuk. Kan je wat in het Fins zeggen? Nee. Nee, dat niet. Ik ben in het Finse taal niet machtig. Het Zweedse misschien. Boink. Jok, huur, even in de vorm, goed. Het hele stel, hoor. Nou ja, dus het klinkt goed. Trouwens, dat maken wij uit. En de finale is touwtrekken. Touwtrekken. Ja, touwtrekken. En Jeroen, je ligt een tik achter op je schema. Hoi, Jeroen. Ja. Je hebt een dip. Ik snackel. Jeroen, dit is geen taal, zo heb ik je niet opgevoed. Zo heb ik je niet opgevoed. Nou, Es, jij hebt Jeroen sowieso best wel slecht opgevoed. Dat vind ik niet. Best wel goed. Ik vind gewoon dat ik wereldkinderen heb. Je hebt wereldkinderen. Ja. Goed terecht gekomen. Dag wel. Alleen dat die stomme Jeroen in dienst moet. Is dat zo? Om zijn formulieren te laat ingevuld. Oh ja, voor zijn uitzel. Ja, tuurlijk, die idioot. Kan hij niet alsnog uitzel krijgen? Gaat in dienst. Je bent gestoord. Ja, tegenwoordig wel. Jeroen, die wil. Wil! Nee! Hij is uitgescholden voor Loretta Schrijver. Ja, ook een beetje. Ook een beetje wel. Ja, toch. Ja. Dan moet ik waarschijnlijk toch misschien weer gewoon in het midden doen. Ik zal het even moeten doen. Wij nog spelen? Trekken? Touwtrekken? Hoe lijkt het nou meer op Linda de Mol of Loretta Schrijver? Zo? Waarschijnlijk in het midden? Of zo? Je wordt getrokken, jongens. Opzij. Ja, nou, het is eigenlijk niet eens zozeer je haar. Je moet door de zoeker kijken als je filmt. Ja, juist niet. Want dan krijg je dus zo dat jij in de camera kijkt. Ja, moet eigenlijk zo'n... Terwijl je niet tegen het publiek praat. Dit is alleen een registratie. Nee, want ik vroeg nu aan het publiek. Nee, dan... Het publiek. Hoe ik meer op Linda de Mol dan wel op Loretta Schrijver leek. En niet op aan jou... Leuk is wel trouwens dat als jij zo dichtbij staat, dat zo'n lens... Ja, dat deed ik met mijn scooter. Maar toch is het handig om door die zoeker te kijken, dat je dan ook weet wat je filmt. Ja, maar ik haal mijn camera's zo in. Leer mij nou niks over camera's. Ja? Dag publiek. Kom nou, please. Please, Miek. No. Dag, Leo. Dag, Jur. Hoe is het met jou, jongen? Heel goed. Ja, ik heb het hier tegen een zeer rustieke achtergrond trouwens. Ja, ik vind het juist heel erg leuk. Dit geeft toch wel te kennen hoe Zoetermeer opgebouwd is. Ja, het is de hele entourage doordacht. Van Zoetermeer is toch wel zo dat ze ervan uitgegaan zijn dat groen in dit Zoetermeer toch wel het boventoon moet gaan voeren. Ja, beslist. Dat is ook zo. En we zien in de nieuwbouwwijken ook dat groen eigenlijk toch wel een belangrijk punt is. Want ze zijn milieubewust. Of gewoon je soms wel zou denken met de groentebakken en de vuilnisbakken en dergelijke, dat ze niet helemaal bewust zijn. Maar dat is het onbewuste van het bewuste van het onbewuste. Daar heb je best kans van. Ja, goh. Nou, bedankt voor dit verhelderend commentaar. Hallo! B3 hier! Ik sta rechts hoor, trouwens. Ik sta altijd rechts. Dit is A1-kant. Nee, dit is B3-kant. Dit is A1-kant. B3! B3 aan die kant. B3 daar. A1 hier. Controleer of alleen A1 tegen B3.
Bert, ben jij? 2-3. Even. Even met je kluit. Mag ik je briefje naar de linkerkant? Goed hoor. Wat ben jij? Ben jij aan? Wat ben jij? Bert, heb je jij? Wie ben jij? Ik ga niet meer aanwijzen. Ziet er goed uit, hè? Niet verkeerd. Dat heb ik me voorgesteld. Dus ik moet er zo meteen gewoon van. En dan dat er zo'n beetje iedereen geweest is. Hop.
Godverdorie. Nee, is zo. Dus het ja. We willen heen. Zeg, hè, van. Wij hebben het mede zo vaak wel gedaan, dan gaan we nu Pasen. Dat is ook echt leuk. Maar het zou leuk zijn. Maar zit je bij een goede adres? Ja, ik weet Peace, brother. Peace, baby. Peace. Ik ga hem zoeken. Gamper! De kleurenbeeldscherm. Ja, kut. Niet per se. Alleen makkelijk voor amateurtje. Ja, gezinnetjes. Gewoon fotootjes maken. Eigenlijk. Alleen bewegen dan. Stom, hè? Zeer maf. Nee, helemaal. Het is mee. Waarom? Wat hij het doet. Ja. Doei! Wil graag zo werken. Ik vind dat al Dat is Peltenburg. Die speelt de thuiswedstrijd in Peltenburg. Dat is ook ik vind het mooi. Wij hebben nu onze vaartrijd. Ik heb een vaartkamer. Ik heb als we twee zijn, dan... Staat het niet op wel? Zeg maar, door je lampje brand. Hallo. Op een gegeven moment wou ik het heel erg. En ik hield mijn kleed. Ja, je moet op je buik persen en niet op je gezicht. Maar ik wil echt jullie, ik zeg jou ook zeggen, dat op het moment dat zij wil gaan schreeuwen, moet je zeggen, niet schreeuwen. En dan moet je echt streng zijn. Ja. Want zodra ze gaan schreeuwen, verliezen ze de lucht die ze eigenlijk nodig hebben voor de persen. Ja, 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 ja. Maar als je daar dan aan denkt... Hey, ze mag ook niet de tanden op elkaar en de ogen dicht bij het persen, hè? Met mond open en oog open. Ja, maar vooral geen geluid eruit. Nee. Want dan kan je het gebruiken om op je buik weg te vloeien. Ja. Al die kwaadheid als je boos bent, wat richt me op je buik. Dat ding eruit. Weet je wel? Kan je niet schelen hoe, maar als het kind eruit is. En op het moment dat je denkt, dan kan het niet meer, dan komt het. Ja. Dat vond ik zo wonderlijk. Zwart met streepjes. Witte streepjes. Tanga streepjes. Dus 3 keer 9, ja. 3, 6, 7. Ja, dat vind ik helemaal niet lief. 3 keer 9, even kijken hoe het eruit ziet. 3 keer 9. Ja, 3, 6, 7. 6 dubbelen en 7. Kan. Ja. 3 keer 9, 9, 9, 9, 6, 7. Dat weet ik.